Goeiedag allemaal weer. Goedemiddag, goedemorgen. Goedenavond. Ik weet niet wanneer jullie kijken. Deze week gaan we weer een dagje door Ulsan. Ik ben best wel veel alleen geweest, want Dave is gewoon heel veel weg op het moment. Maar ik voel me goed en we zijn nog even naar het Dragon Park geweest. Aan het einde van de week, toen Dave een dagje vrij was. En voor de rest heb ik gewoon mijn dagelijkse dingen gedaan. Dus kijk maar als je zin hebt. Doei! Hoi, ik ben dus nu alweer anderhalf dag alleen. Dave moest weer in het hotel omdat hij een wedstrijd heeft. En ik ga dus nu naar de wedstrijd. Het is voor de Champions League en ze spelen tegen een club uit Japan. Kawasaki, Kawakasi, zoiets. Ik ga het nog even opzoeken. Ja, Anna komt me zo als het goed is ophalen. En dan ja, hoop ik dat we weer winnen, dat ik nog steeds geluk breng. Ik word ondertussen steeds dikker. En dikker. Ik heb ook zo'n moeite met praten. Ik ben steeds helemaal buiten adem als ik iets vertel. Maar goed, er zijn ergere dingen. Ik ga even een dikke jas aantrekken, want het is hier echt heel koud. Het waait echt super duper hard. Dus dikke jas aan en dan gaan we er weer voor vandaag. Eindelijk is het gelukt. Ik heb de wedstrijd eindelijk op de tv aangesloten. Het was vandaag niet op tv. Dus ik moest via internet moest ik het een soort van downloaden. En het was nogal ingewikkeld omdat alles in het Koreaans was. Maar goed, we staan 1-0 voor. In de 17e minuut was er al gescoord door Junior. En nu is alweer de tweede helft begonnen. Dus dat belooft veel goeds. Dus vasthouden dit. Verder begin ik de namen nog niet echt goed te kennen. Ik ken alleen Jongwoo. Jongwoo, want die is met ons mee geweest naar de bioscoop. En de man van Anna. Dat is Joo-ho. Dus je snapt de verwarring. Maar die ken ik ook. Verder, ja, Junior dan de Braziliaan. En Mix, die half Noors is en half Amerikaans. Dat was wel grappig, want wij vinden Koreaanse mensen dan op elkaar lijken zo. En van de week zag Anna, die zelf eigenlijk ook gewoon Europees is, maar wel een Koreaanse man heeft, die dacht dat toen Dave, of toen Mix gewisseld werd, dat Dave was. Dus die vindt Dave en Mix heel erg op elkaar lijken. De enige overeenkomst is dat ze allebei lang haar hebben, voor de rest lijken ze echt totaal niet op elkaar. 2-0. Hoppa. Ik vind het zo leuk dat het zo goed gaat. Dan zit je hier ook gewoon een stuk lekkerder. Ja. In de extra tijd. 3-0. Ik ben dus nu alweer 2 dagen alleen thuis, want Dave had een uitwedstrijd. En de muren komen een beetje op me af, dus het is nu alweer 7 uur 's avonds. Ik weet niet of het nog open is, maar ik ga dus even kijken of de nagels nog open zijn. De Koreanen werken hier tot heel laat, ze zijn gek op werk hier. Dus
Ik hoop dat het nog open is. Dan heb ik iets te doen. En anders ga ik kijken wat ik dan kan doen hier rondom mijn huis. Aangezien ik nog geen auto heb. Frisse lucht doet me in ieder geval wel goed. Beetje moe zie ik eruit. Maar dat komt gewoon vast van het binnenzitten. En ik zit al 2 dagen binnen. Wat ik dus wilde vertellen is dat ik het zo confronterend vond dat ik met mijn opa en oma aan het facetimen was. Want daar zat ik gewoon minstens 1 keer in de week koffie te drinken of daar te eten. En dan zag ik mijn nichtjes zitten en de hondjes, mijn tantes. En dan mis ik thuis wel gewoon heel erg. Ik zie ook steeds dingen van mijn zusjes op Instagram voorbij komen. En van vriendinnetjes. En ja, dan is het wel gewoon heel zwaar. Ja, en confronterend dat we hier gewoon zo lang zitten. Zonder, nou ja, enig contact wil ik niet zeggen. Maar meer, dat je niet gewoon eventjes snel een kopje koffie kan drinken. Maar vooral omdat ik nu zo van alleen ben, heb ik daar dan een beetje moeite mee. Hetzelfde met de hondjes. Ik zou nu heel graag hier de hondjes natuurlijk willen hebben, omdat ik zo van alleen ben. Ik heb wel alleen het idee dat straks de baby er is, dat ik natuurlijk iets om handen heb. Dat het dan al wel weer heel erg gaat schelen. Ik was net even bij de nagels geweest. Dat kon niet meer, ze waren wel nog aan het werk. En hier buiten adem. Maar de nagels ga ik dus morgen maar doen. Ja, wat moet je anders doen hier? Je kan genoeg doen als je een beetje creatief bent. Ik ga nu maar eventjes een koffietje halen. Even vanavond was heel laat thuis. Kijk nou, iemand heeft gelukkig wel eten en water neergezet. Maar dit is lief. Kijk nou. Ik loop hier eigenlijk 's avonds alleen over straat als vrouw. In het donker. Oh, niemand wacht hier op een zebrapad. Ga maar. Maar door allemaal steegjes en weet ik veel wat, maar ik ben echt een bange poepert. Maar gek genoeg voel ik me wel heel erg veilig hier. Wat me wel verbaast is dat ik nog helemaal geen zielige diertjes op straat heb gezien. Los van dat ik het niet heel leuk vind hoe alle vissen hier in een bak zitten en zo. Zie ik niet heel veel zwerfdieren. We zagen dan net toevallig 2 katjes. Maar het valt me echt alles mee. Ik had echt verwacht zielige hondjes. En die ze dan van de straat af plukten om ze op te eten en zo. Ik weet wel altijd als ik bijvoorbeeld in Spanje of Portugal of Curaçao. Dan was het altijd dat ik de hondjes mee wilde nemen. Omdat het zo zielig is. Omdat ze daar toch anders met dieren omgaan als wij. En dat er gewoon veel zwerfdieren zijn. Maar ik heb het hier nog niet gezien. Misschien omdat we wel downtown zitten. Maar het valt echt heel erg mee. Vrouwtje. Om 2 uur 's nachts. Heerlijk aan het koken. Ik heb het niet aan haar gevraagd. Ze heeft gewoon zelf besloten. Om een lekker pastaatje voor Bulthuis te maken. Na zijn wedstrijdje. The Wall of Olsen. Ja, ik ga een lekker pastetje maken voor jou speciaal. Ik lag gewoon in bed. 2 uur 's nachts. Deze koelkast gun je trouwens je ergste vijand niet. Je komt om 2 uur 's nachts thuis en ik ben tevreden met aardbeien en tomaten. Ik had niet verwacht dat je nog een 4 gangen diner wilde eten. Oh, ho, ho. Dit heb jij mezelf aangeboden.
Luister, je hebt me gewoon uit bed getrokken. Nee. Wow. Je moet de kijkers geen slecht gevoel geven. Ik geef ze geen slecht gevoel. Jawel. Je geeft ze nu een slechte impressie van mij. Nee, ik ben nu gewoon een goede wifey. Dat ben je sowieso. Ja. Maar... Ik ben benieuwd wat jij nog voor mij gaat maken. Zo leuk. Als ik bijvoorbeeld een keertje ijs wil midden in de nacht of McDonald's. Kan geregeld worden, schat. Oké. Als je zelf even naar beneden loopt. Nou ja, schatje. Je bent een topper. En? Chef waardig? 10+. Ja. Daar doe ik het voor. Goedemorgen. Ik ben al best vroeg uit de veren. Of tenminste, wat is vroeg? Voor mij doen is het op het moment vroeg. Normaal gesproken kom ik rond een uurtje of 10:30 mijn bed uit hier. Zodat de dagen niet zo lang zijn. En omdat ik gewoon heel moe ben. Maar ik heb dus gisteren een afspraak gemaakt bij de nagels. Dat was wel echt nodig. Niet heel belangrijk, maar als je toch niet zoveel te doen hebt, is het wel leuk. En ze zijn er hier gewoon super goed in, vind ik. Ik moet eerst even spinnen. Dus ik kan er alleen cash betalen. En dan ga ik eventjes kijken of ik nog tijd heb voor een koffietje. Want ik heb nog niet ontbeten. Ik hoop dat dan tegen die tijd ongeveer Deva weer terug is. Die is vanochtend om 8:30 de deur uitgegaan. Ik heb echt super duper slecht geslapen. Ik weet gewoon niet meer hoe ik moet liggen met die buik. En iedere keer als ik denk, ik ga lekker liggen, dan begint hij als een gek te trappen in mijn buik. Dus ja. Dave die is vannacht om 3:30 even naar de logeerkamer gegaan. En die had heerlijk geslapen, zei hij. Maar goed, ik ga dus eerst even pinnen. Ik heb het idee, het is nu iets van 10:30. Ik heb het idee dat het hier allemaal wat later begint. Dat de mensen wat later op gang komen. Maar dat ze wel tot laat werken. Ik ga nu eventjes een koffietje halen, snel. Want ik heb nog eventjes tijd. Het is hier trouwens nu echt super lekker weer. Ik denk rond de 20 graden. En het is pas ochtend. En ik heb voor het eerst korte mouwen aan. Heel relaxed. En dan kunnen we binnenkort ook gewoon het strand hier gaan ontdekken. Dit is dus mijn verslaving hier. Iced lattes. Dave vindt het ook lekker, maar die neemt altijd eentje met heel veel suiker en vanille erin. Ik neem gewoon een regular iced latte. Kijk hoe beeldig. Het is wel zeg maar alsof mijn vriendin van 4 jaar het heeft uitgekozen. De kleur in ieder geval, maar het is heel leuk met zo'n overloop. En het is denk ik heel leuk als je heel bruin bent, wat ik dus nog niet ben. Dan kun je het zo beter zien. Ik had hem iets meer oranje verwacht. Maar toch best wel leuk. Toch? Ik ga dus nu even boodschappen doen bij de enige supermarkt die bij mij in de buurt zit. Dus daar kan ik gewoon het hoognodige halen. Het is niet echt top, maar de mensen zijn super lief. En voor de andere supermarkten moet ik gewoon een taxi pakken. En daar heb ik niet zoveel zin in. Ja. Kijk, dit is dus het enige brood wat ze hebben. Niet echt top. Een beetje zoet. Maar goed, de avocado's. Allemaal bij hart. Wat gaan we nu doen? Druifjes. Die zijn wel heel lekker. Ook nog van die rare dingen. Ik weet niet, het is vis gedroogd of zo. Eitjes. Ik weet niet of het vrije uitloop eieren zijn, maar het ziet er wel heel groen en
goed uit, zeg maar. Hier, kijk. Nou, Dave vast een colaatje. Kijk, dit is toch echt allemaal te goor voor. Dus gedroogde inktvis en weet ik veel wat. Het is echt heel goor. Mijn persikijsjes zijn dus uitverkocht. Echt balen. Verder hebben ze wel allemaal van die dumplings, wat denk ik heel lekker is, maar ik heb geen idee wat erin zit. Nou, genoeg aan koekjes en chips. Het enige gekke is dat ze dus zeg maar honingchips hebben. Echt van die hele aparte smaken. Bijvoorbeeld van garnaal gemaakt. Of ja, een beetje weird smaakt het allemaal. Niet zoals bij ons. En zelfs bijvoorbeeld de Pringles die ze hier hebben. Die zijn dan iets minder... Ja, gewoon anders van smaak. Die worden dan denk ik toch hier gemaakt of zo. I don't know. Nou, noedels genoeg. Die heb ik nog thuis. Even iets van koekjes halen. Snap je dat ik dus niet weet wat ik moet halen? Ik heb dus ei, brood, fruit. Even water moet ik nog halen. En wat snoepjes en chipjes voor Dave. Wie ik helaas dan ook altijd opeet. Nou, ik heb dus boodschappen gehaald. Het was niet zoveel. Ik heb hier ook echt gewoon nul inspiratie. En Dave zei gisteren, we kunnen ook gewoon beter uit eten gaan. Want het is ten eerste veel goedkoper. Als dat wij hier boodschappen halen. Omdat wij eigenlijk alle producten willen die hier niet vandaan komen. Zijn we steeds een vermogen aan boodschappen kwijt. Ja, is misschien overdreven, maar gewoon. Dus ik hou gewoon dingetjes voor ontbijt en dat soort dingen. Dus ik heb eitjes gekocht omdat ik er nu heel erg zin in had. We eten sowieso heel veel ei. De avocado is dus helaas niet. Volgens mij heb ik nog spek, dus misschien dat ik er spek bij maak. Al trekt dat me hier ook niet echt. Je kunt hier het water gewoon uit de kraan drinken. Alleen er zit wel wat meer chloor in, dus het smaakt niet heel lekker. En we geven ook flessen water aan de vissen als we de vissen verschonen. Want iedere keer merkten we als we de vissen gingen verschonen, dat ze dus een soort van in de fik staan. Blijkbaar omdat de chloor gewoon zo hoog is in het water. Chipjes voor Dave. Die kan echt eten als een bunkerbouwer. Het spaghetti, altijd goed. Dus dat bedoel ik, weet je, dat is hier gewoon wat duurder. En zoals fruit wordt hier ook niet. Dat komt ook allemaal van buiten af. Dus dat was duur wat ik al heb verteld. Oreo's voor Dave. En een beetje voor mij. Hey, heb ik er 2 gekocht? Ja, ik heb 2 gekocht. Chocola. Druifjes. Ik heb wel een beetje een zielige fruitmand. Ik haal dus altijd citroenen. Ik weet niet wie dat nog meer doet, maar dat staat gewoon gezellig. En dan denk ik, oh, lekker voor in de cola of voor over je salade of whatever. Maar ik kan ze altijd weggooien en verschrompelen ze. Dus dat kan ik ook beter niet doen. Colaatjes. Blikjes tonijn. Ze hebben dan ook tonijn in 100.000 verschillende smaken. Dit is de normale. En wat appeltjes. Nou, dit valt nog wel mee. Dit zijn 6 appels voor ongeveer 6,5 euro of zo. Dat valt nog mee. Zit ook niet in een gouden wikkel dit keer. Nou, dat is mijn boodschap. Was niet echt heel veel eigenlijk. En dan komt Dave als het goed is alweer zo weer thuis. Gaan we maar weer even een serietje kijken of zo. Ik zei al, zullen we even de stad in gaan. Voelde er niet echt iets voor. En nu ik thuis ben... En zo weinig heb geslapen. Ik denk dat ik 3 uurtjes heb geslapen of zo. Vind ik het ook wel lekker om een serietje te kijken op de bank. We kijken nu op moment. We hebben dus 7 gezien wat heel goed was. De Fall, wat spannend was. En nu zijn we, het zijn allemaal een beetje misdaadseries. Broadchurch. We gaan nu aan seizoen 2 beginnen. Supergoed. 1 was in ieder geval supergoed. Nu gaan we aan 2 beginnen. Ja, dus we gaan weer shabu shabu eten. Niet heel verrassend.
wel lekker om de hoek. En redelijk gezond. Gaan we voor de groentjes. Kijken of meneer tevreden is. Schat? Oh, het zit daar klaar. Wel lekker, hè? Want wij komen hier en de zon is weg. Ja. Top. We zijn dus nu in de buurt, als het goed is, van het Dragon Park. Het is aan zee, we dachten het is mooi weer. Het trekt gelukkig weer een beetje open, want net toen we aankwamen was het heel bewolkt. Maar dit is dus aan zee en het schijnt heel mooi te zijn. Wat er achter dit bos schuil gaat. Ik probeer dit heel smooth te filmen, maar... Ze wonen gewoon allemaal katten. Dus we moeten de volgende keer even kattenbroekjes meenemen of zo. Ik denk dat ze hier wel prima overleven trouwens hoor. Er zit vol met katten. Hele grote dikke. Dave en ik zijn dus benieuwd wat de mensen hier doen. Ik zei gezellig met z'n allen visjes schoonmaken. Wat denk jij, schat? Het had nou pas echt leuk geweest als het een leuk barretje zou zijn waar je wat kon eten en drinken. Leuk strandtentje of zo. Oh, ik dacht eventjes dat er iemand in het hutje lag. Zou ik me echt doodschrikken. Zit er iets in die bakken? Nee, hè? Mossel of zo. Pak hem maar, even voor thuis, leuk. Nee, maar die daar is mooi, lijkt wel nep. Mooi. Ik ben alleen steeds bang dat iemand achter ons aankomt. Ja, ik denk dat ze gewoon mosselen of oesters of zo vangen hier. Als dat maar goed gaat. Kijk je uit. Of je wat vis kan zien. Dan ben ik je zeker weer dagen kwijt. Dr. Fish. Kom maar terug. Hier vangen we wel het minste wind. Eerst een lekker stukje. Nou, Dave en ik zijn helemaal verwilderd. Wil je ook op de video? Dit was het weer voor deze week. Leuk dat jullie allemaal weer hebben gekeken. Ja. Vergeet niet om eventjes te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En Dave, wil je even weggaan? Nee. Waarom wil je ook een beeld? Dus, dat moeten jullie even doen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei!